Ik sta hier met Dehaco, een bedrijf uit Lissebroek. Dat ligt in de Haarlemmermeer, als ik het goed begrepen heb. U presenteert hier vandaag een ook vooruitstrevend product ten aanzien van het onderwerp waar we de hele dag, of tenminste de hele middag al behoorlijk over praten. En dat is stofreductie. Heb ik John nou hier? Ja, hè? Dat is John Frank heb ik hier. Frank, wat hebben we hier? Wij hebben hier diverse producten. We hebben de kleinste meegenomen, vanaf 300 euro. Dat was de eerste die zo'n grote kocht. De grote die we hier buiten demonstreren. Maar dit is echt voor de hele kleine ruimtes. Binnenruimtes, badkamers. Eén klant heb er al 20 besteld. Die zegt gewoon, joh, ik geef iedereen in de bus zo'n ding mee. Dan hebben ze net als de veiligheidsschoen, de veiligheidslaars, ook zo'n stofbestrijding. Dit is dus de kleinste stofbestrijder die jullie in je pakket hebben zitten wat betreft de 12 modellen, geloof ik, dat jullie wel hebben. Want jullie hebben van dit kleinste ding tot die grote die daar buiten staat, hebben jullie in je pakket zitten. Dus ook gewoon, zou ik maar zeggen, de tegelzetter die aan het hakken is in de binnenruimtes, die werkt dus ook in de mobiele recycling met deze machines. Ja. Dezelfde saneerder, klein badkamertje, elektricien. Ja, dat is echt een hulpmiddel dat je gewoon net als je helm en je veiligheidsschoen, oordopjes, gewoon in de auto kan hebben. Heel simpel, 220 en gaan. Hier wordt de innoviteit van deze bedrijven toch wel getoond, met name ook Dehaco. Dat kanon daar buiten, wat is daar nou, die kanonnen, wat is daar nou zo speciaal aan bij jullie in dat pakket? Wat heb jij daarover te vertellen? John. Wij hebben vier verschillende types grote nevenkanonnen. Ons nevenkanon is speciaal door zijn zeer eenvoudige bediening. Er zitten twee bedieningsknoppen zitten erop. Hij kan dus met gewoon water uit de waterleiding gebruikt worden. Oppervlaktewater. En ons huis van de nevenkanon is van staal. En ga ik altijd toch weer even denken. Je hebt het over oppervlaktewater en dergelijke. Dat je gaat vernevelen en dergelijke. Kunnen we dat op een veilige manier tegenwoordig? Ja, in principe mogen onze klanten dat doen. En vanuit de overheid of instellingen hebben wij eigenlijk uit de praktijk heel weinig bezwaren daarin gevonden bij onze klanten. Dus de vergunningverlening om zulke apparaten toe te passen is ook goed te noemen? Ja, dat is absoluut goed te noemen. Want ik heb afgelopen week in Amsterdam hadden we ook een project. En heeft de gemeente die heeft zelfs gezorgd voor een waterleidingaansluiting middels een brandkraan. Dus de gemeente die werkt tegenwoordig ook makkelijker mee dan een aantal jaar geleden. Deze machine, je zei het al, het is een machine die op kleine oppervlakte, maar ook op de grote vergruizers. Wordt die dan op de machine zelf gebouwd? Hoe passen jullie hem dan toe? Bij de vergruizers is het in principe een vrij grote machine. Deze machine wordt vaak ingezet voor totaalsloop. Maar wij hebben nu bij ons op de stand hebben een AXO staan. Dat is een kleine nevelaar. En die heeft dus een worpafstand tussen de 10 en 15 meter. En iedereen die geïnteresseerd is in de recycling om een kleine compacte machine te hebben, die is welkom in onze stand. Want we hebben daar een nieuwe presentatie van het nieuwe product ook op deze dag getoond. Goed, dus ze kunnen straks nog even bij jullie terecht. Daar ligt al het materiaal klaar om dat op te nemen. En nog even met jullie te bediscussiëren voor een eventuele toepassing. Want ja, na vandaag denk ik dat er toch wel bedrijven nog achter hun oren gaan krabben om zoiets te gaan toepassen. Heb ik het dan goed? Klopt helemaal. Het is gewoon het pakket erbij om het totaalsloop perfect te doen. Oké, Dehaco. Ik denk dat we daarmee de eindkreet behoorlijk gezet hebben. Heren, bedankt even voor deze toelichting. En succes in de markt van verneveling. Dank u wel.